De aanslag in Wenen gisteravond is gepleegd door een aanhanger van IS. Dat maakte de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken zojuist bekend. Er zijn 4 doden gevallen, zeker 15 mensen zijn gewond. We hebben gisteravond een aanslag erlebt van minstens een islamistische terroristen. Eine Situation, wie wir sie in Österreich seit Jahrzehnten nicht mehr erleben mussten. Österreich ist seit mehr als 75 Jahren eine starke Demokratie, eine gewachsene Demokratie, ein Land, dessen Identität geprägt ist von Werten und Grundrechten, wie freie Meinungsäußerung, Rechtsstaatlichkeit, aber auch Toleranz im gesellschaftlichen Zusammenleben. Der gestrige Anschlag ist ein Angriff auf genau diese Werte und ein völlig untauglicher Versuch, unsere demokratische Gesellschaft zu schwächen oder gar auseinanderzubringen. Nou is er laatste nieuws, want er is nog iemand gearresteerd. Contact erover met onze correspondent Wouter Zwart. Wouter, is dat dan nog een schutter? Dat weet op dit moment nog niet. Er zijn, zoals bekend, huiszoekingen gedaan op verschillende plekken. Daarbij zijn meerdere mensen gearresteerd, wordt ons nu verteld. Maar het is onduidelijk of deze mensen dan direct betrokkenen zijn bij de aanslag. Of dat het mensen zijn uit de kring bijvoorbeeld rond de daders of dader. Dat kunnen ook familieleden zijn. Weten we nog niet. Nee, er is één dader doodgeschoten, dat weten we wel. Het motief van deze dader? De eerste vraag is natuurlijk, hebben we nou met één dader te maken of met meerdere daders? Want dat zei de minister van Binnenlandse Zaken ook. De situatie is nog steeds heel erg onzeker. Men houdt rekening met meerdere aanslagplegers. Maar het is niet uitgesloten dat men uiteindelijk toch concludeert dat het om één dader gaat. Nou, die man die is doodgeschoten, dat is dus de 5e dode. De politie kent zijn identiteit inmiddels en zegt dat hij een geradicaliseerde moslim was. Dat hij gelieerd was op zijn minst aan Islamitische Staat. Ja, en we willen natuurlijk zo snel mogelijk meer details over die motieven inderdaad hebben achter deze aanslag. Islamitisch terrorisme, zoveel is duidelijk. Maar wat waren bijvoorbeeld nou de doelen? Hè? Was dat oorspronkelijk de synagogen in de buurt waar ook veel geschoten is? Of ging het toch om het doden van mensen in het wilde weg? Omdat er vanwege de aanstaande corona-lockdown heel veel mensen op straat waren deze avond. 4 slachtoffers zijn gedood inmiddels. Wat is er bekend over de andere slachtoffers? Dat er nog steeds zo'n 16 andere mensen bij deze terreurdaad ook gewond zijn geraakt. Daar zitten mensen bij die er ernstig aan toe zijn. Dus we moeten helaas vrezen, zoals we dat in de laatste uren ook hebben meegemaakt, dat er een aantal van deze gewonden toch nog zal overlijden. En dan loopt dat dodental, dat trieste aantal, toch nog verder op. Oké, Wouter Zwart. Vanuit Berlijn, dankjewel. We zetten nog even gebeurtenissen van gisteravond op een rij. Rond 8 uur, toen werden de eerste schoten gelost in het centrum van Wenen. Rondom de Seitenstättengasse. Aanvankelijk leken de schoten gericht op de nabijgelegen synagoge, waar Wouter het net ook al eventjes over had. Maar die was op dat moment gesloten. Vervolgens werd er ook nog eens op 5 andere locaties geschoten. Kop rein. Op dat moment waren er veel mensen op straat, omdat het de laatste avond was voordat er nieuwe lockdownmaatregelen ingingen. Het vuur werd geopend op ogenschijnlijk willekeurige voorbijgangers. 15 mensen raakten gewond, van wie een aantal dus zwaar gewond. En onder hen is een politieagent. Ja, fing die Schüsse an en die wussten eerst niet wat dat was. Auf einmal sind alle Leute gerannt, weil da saßen noch andere Menschen draußen, die sind auch gerannt und dann standen wir noch kurz da, weil wir nicht wussten, ob das Schüsse waren oder irgendetwas anderes. Und dann war es nochmal und näher und dann sind wir ganz weggerannt. Die Polizei schoot daarna een van de daders dood. Bondskanzler Kurz sprak vannacht al van weerzinwekkende terreuraanslagen. Wir erleben gerade als Republik Österreich und insbesondere die Bundeshauptstadt Wien sehr schwierige Stunden. Wir sind Opfer eines widerwärtigen Terrorangriffs in der Bundeshauptstadt geworden. Die Polizei ruft Menschen in Wenen auf, pleinen zu meiden und so viel möglich thuis zu bleiben. Und ein Teil des öffentlichen Verkehrs ist stillgelegt.
En verschillende Europese regeringsleiders hebben een afschuw en medeleven uitgesproken. Premier Rutte betuigt via Twitter zijn steun aan de Oostenrijkse regering en de slachtoffers.